Bij het UWV hebben ze zich nog nooit zoveel mensen gemeld voor een uitkering als de afgelopen weken. Met name jonge flexwerkers. Ja, meneer Koolmees, 2 weken geleden presenteerde u een groot plan voor ZZP'ers en ondernemers. Loopt alles op holletjes? Gaat dat zoals gehoopt? Ja, gelukkig wel. Grotendeels gaat goed. Afgelopen maandag is het loket bij het UWV geopend voor de loonkostensubsidie. Ondertussen zijn er al 70.000 bedrijven die een aanvraag hebben ingediend. Ja. En ondertussen zijn ook voor 60.000 bedrijven zijn de aanvragen al verwerkt. Dus dat gaat gelukkig heel goed. Ja, jullie worden echt, het UWV wordt bedolven onder de aanmelding. Kunnen ze het nog wel aan? Moeten jullie dan extra mensen aannemen? Ja, we hebben ik heb het vorige week genoemd, een hele stomme regeling gemaakt. Die namelijk heel simpel is, ook in de uitvoering. En dat kan ook niet anders, want het moest heel snel. Het is wel gericht om ondernemers eigenlijk voor de salarisbetalingen van april geld uit te keren. Zodat ook de salarissen in april weer betaald kunnen worden. Ja. Dus het is een hele snelle regeling. En de aanvraag tot uitbetaling gaat heel snel. Vanmorgen zijn de eerste 9.000 bedrijven betaald voor 230 miljoen. In de loop van de dag is er dus die andere 50.000 bedrijven ook uitbetaald. En daar krijgen de mensen na de Pasen het geld op de rekening. Ja. Kunt u dus zeggen dat u het helemaal onder controle heeft? Nou, altijd even afkloppen. Want het zijn natuurlijk gigantische hoeveelheden. 70.000 ondernemingen die steun aanvragen, omdat ze gewoon geen omzet draaien of minder omzet draaien. Dat is natuurlijk wel iets waar je af en toe van schrikt. Omdat het echt gaat over horecabedrijven, evenementenbedrijven die gewoon helemaal geen omzet meer hebben en zonder dit soort steunmaatregelen gewoon failliet gaan of mensen moeten gaan ontslaan. Ja, de bedoeling inderdaad van uw regeling is dat bedrijven mensen niet ontslaan, doordat dus de overheid 90% van de loonkosten overneemt. Nu heeft de NRC onderzoek gedaan naar het aantal aanvragen van bijstandsuitkeringen bij gemeenten, een rondgang, 32 gemeenten. En daaruit bleek juist dat de afgelopen weken het aantal bijstandsaanvragen juist explosief is gestegen. Ja. Wat gaat er mis? Nou, wat wij als kabinet hebben aangeboden, als het ware, is aan bedrijven om 90% van de loonkosten over te nemen. Dat geldt voor mensen met een vast contract, maar dat geldt ook voor mensen met een flexcontract of een oproepcontract. Tegelijkertijd zien we ook dat sommige werkgevers er slecht voor staan of gewoon veel angst hebben over de toekomst en toch besluiten om contracten niet te verlengen. En dat gaat met name bijvoorbeeld over uitzendkrachten of mensen die tijdelijk contract afloopt, waar mensen dus toch ofwel in de WW terechtkomen of in de bijstand terechtkomen, helaas. Maar het pakket is gericht om zoveel mogelijk mensen de baan te laten behouden en de salaris door te blijven betalen. Ja, maar dit gaat dus bij die rondgang van NRC gaat het vooral om jonge flexwerkers, waar dit dus, hoe jullie het bedacht hadden, dan toch niet zo goed voor blijkt te werken. Dat klopt. En dat gaat met name over mensen met een uitzendcontract. Of mensen met een oproepcontract die slecht beschermd zijn. En als eerste de klappen opvangen van zo'n economische crisis. Maar nogmaals, onze maatregelen zijn gericht, ook bijvoorbeeld voor ZZP'ers, om wel inkomens te krijgen, inkomensvoorziening te geven. Ja. Maar ik kan helaas geen garanties geven. En je ziet ook gewoon dat bedrijven denken van, ik weet niet of het na deze fase wel weer automatisch goed gaat. Dus ik geef mensen geen verlenging van het contract bijvoorbeeld. Dat gebeurt gewoon helaas. Dus aan ons is nu de taak om die klap zo goed mogelijk op te vangen. Ja. Maar ik kan geen garanties geven. Nee, wat kunt u wel doen? Wat we doen als kabinet is best wel massief. We hebben in een paar weken tijd voor bijna 15 miljard euro aan noodmaatregelen getroffen. Dus inkomensvoorziening voor ZZP of zelfstandige ondernemers. We hebben een noodloket voor bedrijven van 4.000 euro... om de huur te betalen en de vaste lasten te betalen. En we hebben dus de loonkostenregeling, de NOW, die 90% van de loonkosten vergoedt. Zeker, dat weten we, dat jullie die maatregelen natuurlijk nemen. Maar jullie zeiden in het begin, volgens mij, tijdens een van die eerste persconferenties ook, we gaan er alles aan proberen te doen om bedrijven niet failliet te laten gaan, om te zorgen dat mensen hun baan niet kwijtraken. Als u dan zoiets hoort, of zo'n rondgang van NRC, denkt u dan niet, we moeten nog iets nieuws verzinnen misschien om die groep ook nog te helpen? Nou, dat zijn we ook echt continu aan het doen. 2 dagen geleden nog hebben Erik Wiebes, Mona Keijzer en Hans Velbrief, staatssecretaris van Financiën, hebben een brief gestuurd met aanvullende maatregelen. Bijvoorbeeld extra garanties voor leningen aan bedrijven, dus financiering, liquiditeit. We hebben extra geld geïnvesteerd in familiebedrijven, in skill-ups en start-ups. Dus bedrijven die net zijn begonnen. Dus elke keer zijn we ook op basis van signalen uit de economie waar het fout gaat, proberen we ook weer in te grijpen en bij te springen. Het moet ook realistisch zijn. Dat is ook wel een eerlijke verhaal, denk ik. We gaan niet iedereen kunnen redden. De klap is echt heel fors. Ook heel paradoxaal, vind ik. Eind februari hadden we nog
de laagste werkloosheid ooit. Overschot op de begroting. En twee weken later staat in één keer de hele economie, althans delen van de economie, staan helemaal stil. We doen ons best. En het is echt massief. 15 miljard in 3 weken tijd. Dat is niet eerder voorgekomen. En we blijven ook bijsturen. Elke dag komen er weer nieuwe signalen binnen. Maar garanties kan ik helaas niet geven. BNR Nieuwsradio maakt vandaag ook bekend dat het aantal faillissementen in 1 week tijd met 60% is toegenomen. Zijn dat dan inderdaad bedrijven, we hebben die OR-uitdrukking al heel vaak gehoord, of die dan niet genoeg vet op de botten hadden, of waarvoor de regelingen dan te laat komen? Dat, ja, ga ik een beetje speculeren. Dat vind ik altijd een beetje gevaarlijk, want ik ken deze cijfers niet precies. Maar wat we gezien hebben, is bedrijven die, zal maar zeggen, op 15 maart, 16 maart, dat waren de eerste maatregelen die ons kabinet hebben genomen, dat bijvoorbeeld de horeca dichtging en de evenementen werden afgelast. Dat die, als die bedrijven, zal maar zeggen, in een maand al failliet gaan, dan gaat het meestal om bedrijven die inderdaad weinig vet op de bot hebben en alleen maar 1 maand salaris konden betalen en daarna niet meer. Ik hoor al heel veel noodkreten, ook van gewoon gezonde bedrijven, die zeggen van ja, als ik 2 maanden lang zonder omzet, zonder dat er 1 cent binnenkomt, de salaris moet betalen en de huur moet betalen, dan gaat het alsnog fout bij mij. Daarom is het ook zo, het hele pakket gericht op snelheid. Ja. Daarom is zo snel mogelijk dat geld. Uw beleid is gericht op snelheid, dat heeft u verteld. Dat klinkt ook heel logisch. Een van die snelle maatregelen is die €4.000, dat noodloket. Ik ken wat ZZP'ers en die zeggen, ik heb dat ingevuld. Ik was eigenlijk verbaasd over hoe makkelijk dat ging. Ik hoefde helemaal niet zoveel. De bewijslast was heel licht. Het ging er zo uit. Ja, nou ja, dat klopt. Bent u dan niet bang voor misbruik? Ja, ook eerlijk ja. Ook bij de presentatie van Erik Wiebes, Wopke Hoekstra en mijzelf hebben we ook gezegd, we zijn nu echt gericht op zo snel mogelijk ondersteunen en helpen van ondernemers en van mensen die dreigen hun baan te verliezen. Ja. En dan gaat er zeker iets mis. En dat kan ook niet anders in deze snelheid. Ja. We hebben natuurlijk wel in de regelingen waarborgen ingebouwd. Zeker bij de afrekening, wat ook controles in zitten. Ja. Dus het is niet zomaar. We hebben de mankracht niet om dat allemaal tot in den treuren te gaan checken. Ja, bijvoorbeeld bij die loonkostenregeling hebben we ervoor gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de gegevens die we al hebben. Die we al hebben in de loonaangifteketen. Dat zijn allemaal gegevens van mensen die gewoon premies betalen. Ja. En daar kan je goed op controleren. Dat is het grootste bedrag. Hè. Dat zijn de €10 miljard. Ja. Daar zitten de beste controles in, zou ik maar zeggen. Maar er zullen zeker mensen misbruik maken van deze regeling. En daarom heb ik ook een moreel appel gedaan op mensen. Ja, maak er alleen gebruik van als je het echt nodig hebt. Ja, ja. Nou is er nog een ander issue wat bij sommige ondernemers speelt. En dat is, heeft te maken met willekeur. Niet iedereen vindt dat hij geholpen wordt door de maatregelen van de overheid. Die onvrede treft ook de volgende ondernemers. Nou, we hebben de NOW-regeling. Die zou voorzien in teruggave van 90% van de lonen die wij doorbetalen. Alleen als referentiekader wordt aangehouden januari 2020. Wij als strandpaviljoenhouders hebben niet zo heel veel mensen in dienst in januari. Die gaan we aannemen vanaf 1 februari of 1 maart. Het gevolg is dat wij lonen moeten doorbetalen. Maar de vergoeding die daar tegenover staat, die is niets of nauwelijks iets. En dat gaan velen van ons niet trekken. Kweker Marcel van der Lucht heeft sinds 3 weken slapeloze nachten over de toekomst van zijn bedrijf. Deze coronacrisis betekent voor mij persoonlijk dat ik mijn levenswerk in zie storten. De overheid heeft gezegd dat ze diepe zakken hebben. We willen graag die diepe zakken zien, dat ze ons gewoon echt met geld gaan helpen. We hebben gewoon echt geld nodig, waardoor we kunnen blijven bestaan. Ja, de klacht is eigenlijk willekeur. Hè? Jullie hebben een soort van sectoren en de ene die mag wel en de ander niet. Ja, dat is het niet. We hebben gekozen, en dat heeft te maken met die fraude waar we het net over hadden. We hebben gekozen voor de loonsom in januari. Ja. Dus de loonsom van januari is het uitgangspunt voor de subsidie, zou ik maar zeggen. Ja. En er zijn sommige sectoren, zoals de sierteelt en zoals de strandtenthouders, ook festivals, die eigenlijk in januari geen mensen in dienst hebben, maar in april, mei hun omzet draaien. Ja. Dus die komen in de knoei door die pijldatum die jullie hebben gezonden. Ja, precies. Dus voor het overgrote deel van de bedrijven gaat het gewoon goed. Ja. Want die hebben gewoon in januari gewoon die mensen in dienst. Dat geldt ook voor het grootste deel van de horecabedrijven bijvoorbeeld. Ja. Maar de horeca heeft bijvoorbeeld in de zomermaanden meer mensen in dienst voor de terrassen. Maar die hadden ze in januari niet. Ja. Dus het maakt de pijn voor die bedrijven er niet minder om. Dus nee, dat gaat klopt. U dat dan? Ja, dat hebben we ook aangegeven als kabinet. Hebben we ook eergisteren in die brief die we naar de Kamer hebben gestuurd gezegd dat wij dus ook daar een vinger aan de pols houden. Carola Schouten, collega minister van Landbouw, is ook bezig met de sierteelt bijvoorbeeld. Ja. Collega van Engelshoven van Onderwijs is bezig met de cultuursector. Juist om die. En ik ben bezig met strandtenthouders. Ja, nou, we hebben 2 evenementenorganisatoren aan tafel. Herkennen jullie, voelen jullie ook deze willekeur in behandeling van ondernemers? Wij niet. Wij zijn blij met de regeling, maar we hebben ook veel vaste mensen in dienst. Ook wel een aantal freelancers die we
tijdelijk even op hold hebben gezet om te kijken wat de situatie ging brengen. Maar, en we hebben door het hele jaar evenementen, dus op zich... Heeft het ook aangevraagd ook? Ja, ja. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dus voor ons is de regeling gewoon goed. Ja. Maar ik denk dat het voornamelijk voor dat hele grote leger ZZP'ers waar wij van gebruik maken. Het zijn tienduizenden mensen in de zomermaanden. Hè, dat zal bij jullie ook gelden. Als wij bijvoorbeeld een Lowlands doen, hebben wij 3000 mensen werken. Maar die hebben we gelukkig niet in vaste dienst natuurlijk. Ja. Maar goed, ik vind op zichzelf wat de regering doet en wat minister Rutte doet en alle ministers, chapeau, diepe buiging. Want ik vind het, ga er maar eens aan staan in zo'n crisis om dit land te leiden. En ik vind dat... Zeker. En dat is natuurlijk allemaal heel erg, hè. Die ZZP'er die net een huis heeft gekocht en twee kleine kinderen. En die is zijn baan kwijt of die enige inkomen. Dat is natuurlijk allemaal verschrikkelijk. Maar we moeten met z'n allen in dit land de schouders eronder zetten. Met z'n allen deze crisis zien te beheersen. En met z'n allen, als het over is, de zaak weer opbouwen. En ik denk dat dat... Hè, ik persoonlijk ben voor, hè, samen met de overheid... Dit soort zaken aan te pakken. En we horen dus natuurlijk ook, die zijn constant bezig met dat noodpakket. De taxichauffeurs, de tatoeëerders. Iedereen komt er dan toch weer bij. Heeft u nu het idee dat u iedereen al wel in kaart heeft? Nou ja, kijk, als er signalen zijn, zoals gisteren van de strandtenthouders, dan komen die signalen ook wel echt wel naar boven. En kunnen we ze ook oppikken. Ja. De regelingen zijn zo generiek mogelijk, zo algemeen mogelijk, zodat iedereen eigenlijk onder zou vallen. En dan toch zie je dat mensen of ondernemers tussen wel een schip dreigen te vallen. En dan moeten we gewoon elke keer weer zoeken op wat we kunnen. Want we kunnen ook niet alles oplossen. Sommige dingen zijn zoals een sierteelt of mensen of de strandtenthouders. Maar mij viel het wel op dat jullie start-ups ook steunen. Want die maken vaak nog helemaal geen omzet. Hè? Die hebben vaak private investeringen. Dat is ook zo'n voorbeeld. Hè? Start-ups hebben vaak weinig mensen op de loonstrook. Ja. Zeker in januari. Of die hebben juist heel erg snelle omzetstijging. Ja. En wij vergelijken de omzet met de omzet van vorig jaar. Ja, toen bestonden ze misschien nog niet. Helemaal niet. Nee. Dus ook daarvoor geldt dat je dan weer maatwerk moet doen. En dus hebben we ook leningen beschikbaar gesteld voor die start-ups om toch door te kunnen gaan, ook in deze crisisperiode. Ja. Dat is toch weer toekomstige groei. Hè? Dat is toekomstige productiviteit, toekomstige banen voor Nederland. Ja, de maatregelen weten we nu. Van nu zijn in principe nu eerst voor 3 maanden. Mona Keijzer zei gisteren ook, jullie eerder ook, dat deze steun in principe nog een keer met 3 maanden verlengd kan worden. Heeft u wel enig idee wat daarna? Nee. We hebben nu afspraken gemaakt tot en met 28 april. Minister-president Rutte heeft aangegeven op 21 april met een nieuwe weging gaan komen voor de periode daarna. En ook al aangegeven dat het niet zomaar weg. En tegelijkertijd zijn we wel in het kabinet met alle collega's aan het nadenken over de 1,5 meter samenleving. Of waar gaan we straks naartoe? Hoe kunnen we op een veilige manier toch weer sommige dingen openzetten. En nogmaals, dat moet heel veilig, want het virus is gewoon niet weg. Hè. Er zijn een paar goede signalen geweest als het gaat over ziekenhuisopnames en IC-opnames. Maar we zijn hier echt niet zomaar van verlost. Nee. Het zal echt wel een tijdje nog op een hele verantwoorde, veilige manier moeten. Ja, maar jullie kunnen dit denk ik ook niet nog jaren volhouden met iedereen betalen en compenseren. Nee, jaren niet, maar dan blijkt ook weer dat we er als Nederland heel goed voor stonden toen we deze crisis inkwamen. Wat ik net al zei, de werkloosheid was 2,9% laagste niveau ooit. We hadden een overschot op de begroting. Onze staatsschuld was onder de 50% van de BBP. Dat betekent wel dat we er ook gewoon goed voor stonden. En dat we ook zo'n klap kunnen opvangen. Gelukkig maar niet eindeloos. Dat is ook gewoon helder. We gaan naar het festivalseizoen, want dat stond voor de deur. Normaal gesproken zijn er 100.